Het brengt je zomaar van de wijs. Ontmoet een vriendje, maakt een reis. Al het onverwachte brengt ons in vervoering. Als een helder schijnend licht, je krijgt een lach op je gezicht. Die ene wens die in vervulling wordt gebracht. Dat is de surprise. Goedenavond en hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ga lekker zitten, ik heb nog niks gedaan. De show moet nog beginnen, maar we hebben een hele leuke show vanavond. Welkom bij de Sponsor Loterij, een super surprise show. En we beginnen, dames en heren, meteen met Rowan. Rowan wordt in 1982 in Sri Lanka geboren en als baby wordt hij door een Nederlands stel, Marlene en Jaap, geadopteerd en naar Nederland gehaald. En hij leidt daar eigenlijk een heel onbezorgd en gelukkig leven, totdat de puberteit intreedt. Kijkt u maar. Nou, het begint eigenlijk het verhaal, mijn ouders gingen scheiden. Ik raakte aan de drugs. Uiteindelijk raakte ik op straat. Ik heb anderhalf jaar op straat gestaan. Dus op straat geleefd? Op straat geleefd, inderdaad. In Amsterdam. In de trein, op boten, waar je maar kan bedenken. Zwaar aan de harddrugs, maar ondanks al die dingen, is mijn moeder altijd, heeft altijd voor me klaargestaan. Hoe kwam je aan het geld voor die drugs? Want je praat over harddrugs ook, ja, hè? Ja, ik praat over crack. Ik stal ansichtkaarten of kalenders en die verkocht ik dan aan mensen op straat. Omdat ik, mijn theorie was, van bedrijven kun je wel stelen, maar ik wou niet van mensen persoonlijk stelen. Al heb ik dat wel gedaan, van mensen die dichtst bij me zijn, dus ook van moeder en daarom. Je hebt haar dus gewoon? Ook bezonderd, inderdaad. En omdat zij... Maar hoe deed dat? Hoe kwam je aan geld van je moeder dan? Rotsmoesjes, ja. Van alles en nog wat. Dus je hebt gewoon eigenlijk ook... Ja, het klinkt hard, maar je eigen moeder bestolen. Ja. Ik heb drugs gebruikt en daarmee krijg je een bepaald gevoel. Wat heel eventjes voor mij op dat moment alle problemen weghielp. Waarna ze weer 20ste keer zo hard terugkwamen, waardoor ik meer drugs moest hebben. Op een gegeven moment lukte dat ook niet meer. En toen niks meer lukte en ik het niet meer zag zitten, ben ik naar huis gegaan naar moeder. En die heeft toen gezegd dat ik... daar kon slapen. Dan heb ik bijna denk ik 2 weken wel in bed gelegen met de uitzondering dat ik naar het toilet moest en eten. En mijn moeder had toen voor mij een stapel papieren neergelegd. Die had ze uitgepind op internet met verslavingsklinieken. Waar ik terecht zou eventueel zou kunnen. Dus die ben ik toen gaan bellen. En bij een van die klinieken kon ik toen meteen de volgende dag terecht. Want je moet het zelf ook willen om er af te komen. Hè? Ja. Dus je bent nu, zoals ze noemen, clean. Ja. En hoe lang ben je al clean? Iets meer dan 2 jaar, denk ik. Ja. 2 jaar. En je hebt inmiddels een vriendin, begrijp ik? Ik heb een vrouw. Ik ben 8 maanden geleden getrouwd. Indiaanse vrouw? Die heb ik in Noord-Ierland ontmoet en we zijn in Londen getrouwd. En je woont dus in Ierland? In Belfast. Je hebt dus gewoon een baan nu? Ik heb nu een baan op een helpdesk. Ik ben nu net achter de telefoon ben ik naar een teamleiderpositie gepromoveerd. Dus het gaat nu heel goed. Ja. En wat schreef je me nog meer? Ik wil mijn moeder dus verrassen. Ik wil mijn moeder in het zonnetje zetten. Het is voor mezelf afgesloten nu, maar toch niet helemaal. Want ik weet dat mijn moeder die tijd heel erg geleden heeft. En ik heb nog niks teruggedaan voor haar, ook al heeft zij zoveel teruggedaan voor mij. Hoe wil je dit bedanken? Ik heb er een gedicht geschreven. In dat gedicht heb je eigenlijk alles wat je voelde van je afgeschreven voor haar. Het is vrij kort, maar er zit heel veel emotie in. Er zitten tenminste heel veel van mijn gevoel zit toch wel in die een paar zinnen die er op papier staan. Zit wel heel veel wat ik wil zeggen tegen moeder. Oké, nou we gaan naar haar toe. Uh-huh. Ik ga als eerste naartoe om haar te verrassen. We zijn op dit moment in de hal, de flat waar je moeder woont. Ja. En ik heb de sleutels gekregen, dus ik kan straks zo binnenstappen. Dat wordt wat. Het wordt best wel heel mooi. Het is net of ik een inbreker ben.
Hallo. 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 Hoi. Goedenavond. Jij bent Marleen? Ja, dat ben ik. Hallo. Goeie. Hallo, mag ik even verder komen? Ja. Nou, ik heb een hond. Kom ja, ik had het in de gaten, ja. Hij begint van schrik te eten. Dat doen ze wel vaker, hè? Hallo. De hele televisie. En de hond die begint al angstig te blaffen. Je zoon Ronan. Ja. Die heeft mij namelijk een e-mail gestuurd naar de Surprise Show. Om iets voor jou te doen. Om jou nou eens in het zonnetje te zetten. En dat wilde hij dus persoonlijk aan jou voordragen. Dus hij is hier. Verrassing? Jazeker. Oh, mooi, zo was het ook bedoeld. Lieve mama, ik wil je laten weten hoeveel ik van je hou. Hoe speciaal je bent als moeder en hoe sterk je bent als vrouw. Zonder jouw liefde was mijn leven helemaal mislukt. Het is door je kracht en vertrouwen dat alles toch nog is gelukt. Een speciale vrouw die altijd voor haar doel blijft knokken. Je doet wat er gedaan moet worden zonder te zitten mokken. Het is die mentaliteit die mij heeft gered. Je stond steeds weer voor me klaar en noemde mijn naam in elk gebed. Nu heb ik een gezin en staat mijn leven weer op de baan. Toch zit ik nog vaak te denken hoe het zonder jou zou zijn gegaan. Maar dan weet ik zeker dat ik het zonder jou niet had gehad. Zonder jouw warme hart en glimlach die altijd straalt. Mama, ik ben je dankbaar voor je liefde en je trouw. Dus wil ik je nogmaals zeggen dat ik van jou hou. Fantastisch. Fantastisch, wat lief. Dank je wel. Oh. Er is nog iets wat ik jullie kan aanbieden. Morgenochtend gaat het vliegtuig naar Belfast, waar hij woont. En ik heb ook een ticket voor jou gekocht. Dus jullie gaan samen daar naartoe. En lekker een paar dagen heerlijk even weer als van ouds van elkaar genieten. Dus je moet je reistas maar in orde maken. En morgenochtend ga je er naartoe. Dat is wel een verrassing. Ja. Zo. Rowan die is bij zijn moeder afgeleverd en morgen gaan ze naar Belfast. Gaan ze van elkaar samen genieten. Maar Rowan vertelde ook aan ons dat hij al het spaargeld van zijn moeder voor een nieuwe keuken heeft opgebruikt aan harddrugs. Daar gaan wij weer wat aan doen. Zij krijgt van ons een nieuwe keuken terwijl ze weg zijn. Blijft gevaarlijk, kijk eens lopen. Zo, de kop is aflopen. Als Rowan met zijn moeder terugkomt uit Belfast, dat er een nieuwe keuken is en zij weet van niets. We zien het zo. Er zit iets moois in de lucht. Satelliettelevisie voor ons allemaal. Roger, Riet, willen jullie... is profiteren? Kom snel naar Profijtmeubel. Mooie meubelen voor minder geld. Dirk, zijn jullie eruit? Ja, het was even onderhandelen, maar waar zijn jullie eruit gekomen? Ja, dames en heren, vol trots kan ik u mededelen dat Dirk bij ons getekend heeft voor 20 jaar. Ja, maar Dirk, daar gaan natuurlijk wat onderhandelingen aan vooraf. En bij elk Fortis bankkantoor kunt u onderhandelen over uw hypotheekrente. Vraag naar ons scherpe openingsbod. Bel 0900-8179, lokaal tarief. TV Film, de dikste en leukste tv- en filmgids. 2 weken lang alles over tv, film, sport en veel meer. TV Film, nu voor maar 60 cent per week. Zijn er verder nog vragen? Nee. Jij zocht informatie over Superdex, toch? Ja. Tekenbevoegd is van maanden, de graaf ook, maar slechts tot 20.000. Oké. Ik maak wel een vriendenprijsje. Ciao, ciao. Darling. Vraag een toegangscode aan op www.kvk.nl.
echtpaar nu bij Eda razendsnel voor gratis Loekie-knuffels ter waarde van 15 euro. Deze week 1 Loekie-punt bij aankoop van 2 pakken Roosvisé Multivit. In maart verdubbelt de Postcode Loterij de prijzen. Dat zijn dubbele BMW's. En niet één, maar twee keer 500.000 euro. Niet één, maar twee postcode kanjes van 4 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl en geef u op. Want in maart is uw postcode twee keer zoveel waard. Deze week 2 bloekiepunten bij 1 kilo shawarma vlees. Het is weer stapelgoed bij de HEMA. En de aanbiedingen stapelen zich op. Dus hou je nu heel veel leuke HEMA-spullen voor nog minder. En daar ga je van stapelen. Laatste week stapelgoed. Echt HEMA. Nieuw. Nivea Deo Pure. Ontdek de meest verzorgende deodorant die geen witte strepen achterlaat. Niet op je kleren. En niet op je huid. Nieuw. Nivea Deo Pure. Onzichtbare verzorging, effectieve bescherming. Stapelgoed, dames t-shirts. Twee halen en de derde gratis. En de paarseitjes van 3,75 voor maar 2,95. Echt, Ema. Verrassend zuur van binnen en lekker zoet van buiten. Ieder zijn Napoleon. Napoleon! Zit jouw inlegkruisje ook wel eens niet zo lekker? Probeer dan Aldees inlegkruisjes. Dankzij het fluweelzachte toplaagje voel je alleen maar zachtheid. Aldees inlegkruisjes. Fluweelzacht. Ieder zijn Napoleon. Napoleon! Vervelend, hè? Al die reclame. We moeten er nodig tussenuit. En als je nu boekt voor mei of juni, krijg je 3 dagen een gratis huurauto. Dus nu rapidoe en heel snel naar Verio.nl. Dinsdag op Talpa. Ja, dat is ongelooflijk. Dat kan niemand weten. Sarina brengt mensen in contact met hun overleden dierbaren. Wat is jouw vraag aan mij? Zij ziet dingen die voor anderen onzichtbaar zijn. Een moeder en een vader laten nooit een kind alleen. Een onverwerkt afscheid of die vraag waar nooit een antwoord op kwam. Klopt helemaal. Ze is de link met die andere wereld. Sarina, het medium. Dinsdag 9:30. Super sponsor loterij surprise show. En u heeft het voor de reclame gezien, hè? Rowan en zijn moeder en ik voor een nieuwe keuken. Maar nou komt Rowan en zijn moeder terug uit Belfast. En dan ziet ze pas wat er gebeurd is in haar huis. Laten we snel gaan kijken. Mijn hemeltje. Surprise. Hallo. 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 Hoe was het? Hartstikke leuk. Ja? Is het nog even fijn dat je mee is gegaan? Ja, hartstikke gezellig. Hebben jullie je vermaakt? Ja, fantastisch. Ja, ja, gewoon, gewoon ja, als gezin met elkaar. Ja. Suda de wijze vrouw. Dus ja, ja, geweldig. En wij hebben hier ook niet veel gezeten. Moet je eens even kijken wat we hier hebben als verrassing voor je. Wat fantastisch. Een nieuwe keuken. Dank jullie wel. Ja, dat wilde je graag en dat is niet naartoe gekomen. En we zijn vreselijk aan het slopen en bouwen geweest. Fantastisch. Maar dit is het mooiste gedeelte van de keuken, denk ik. Want dit is, daarom is het jouw keuken geworden. Het gedicht wat Rowan voor je maakte, staat daarop. Dus het is een originele Rowan-keuken geworden. En trots op jou dat je eruit bent gekomen uit de shit. Ja. Voorbeeld. Hè? Ja. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja. 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 Maar je moeder is altijd onvoorwaardelijk steun geweest. Ja. Ja. En dat vonden we geweldig. Oh, joh. Heel veel plezier met je nieuwe keuken. Nou, dat gaat wel lukken. Dat zie ik zonder meer. Oh, fantastisch. Ja.
Hier praten we over een happy end. Gelukkig dat zo'n jongen van die rotzooi af is. En mama weer blij met de keuken. Wat is... Oh ja, ik weet het weer. Dat is natuurlijk ook, dat is die actie. Elk uur een LCD-TV heet gezien. Geef hem eens aan, jongens. Het is zo'n... sorry, meneer, dat ik even met mijn bibs naar u toe sta. Maar er zit daar een mevrouw en die heet Broekes. Hallo? Hallo, mevrouw Broekes. Je had al mevrouw Broekes heten, hè? U heeft namelijk deze LCD-TV gewonnen. Hoe vind je dat? Ja, toch? Dankjewel aan de sponsorloterij. U kunt ook op internet kijken of u het volgende uur in de prijzen valt. Herkent u deze muziek? Geweldig, hè? Dat is een return to sender en dan gaat die envelop erin en dan komt die envelop er ook weer uit, want dan staat er geen adres op. Maar hier stond wel het adres op. Kijk maar. Kijk maar. Helemaal niet return to sender. Hij is voor mij, is voor de surprise show. Voor een opa die niet kan zwemmen. Hier, die gaan we gebruiken. Het is meneer Schuttevaar. Zijn dochter heeft ons geschreven. Dat was de brief die steeds terugkwam. Maar ik heb hem te pakken. Ja. Dag, goedemorgen. Mannes, spreek ik daarmee? Ja. Ja, sorry dat deze vroege zondagmorgen. Henny Huisman staat hier voor de deur. Nou. Altijd goed. Elvis Presley, boulevard. Goedemorgen. Je hebt je heel snel aangekleed volgens mij. Ja. Mogen we even verder komen? Ja, natuurlijk. Goedemorgen. Ook snel aangekleed. Ja, je dochter schrijft ons en die zegt van... Luister, opa en oma hebben heel leuk. Die wonen in een oude schoolgebouw. Er is helemaal een leuk, moderne complex geworden. Met een zwembad. Yeah. Alleen opa kan niet zwemmen. Ja, nee. Hoe kan dat nou? Mag ik vragen hoe oud je bent? 58. Nooit geleerd ook? Nee. Op de lagere school, toen hadden wij nog geen, nog geen zwemles en zo. Dus. Nee. Nou, en mijn vader die... ja, die vonden het nooit nodig om te gaan zwemmen, dus nee. Vandaar. Maar dan woon je een heel modern complex, ja. Hartstikke leuk, met een zwembad. Ja. En dan willen die kinderen natuurlijk met opa zwemmen en opa die... die kan niet zwemmen. Nee. Nou ben je ook een heel groot fan van Elvis, hè? Ja. Maar we hebben dus de man die Elvis Presley zo fantastisch imiteerde, René Schumann. Ja. Nou, dat is echt de beste Elvis-imitator die je maar kan bedenken. Die blijft een week lang bij jou langs het zwembad heen en weer zingen. Net zolang tot je het kan. Ja. Ga je die uitdaging aan? Ja, toch? Nee, is goed. Goed. Deal. Oké. Okay. Op naar het zwembad. Zo, het is nog flink koud, hè? Ja, nee. Boe, het sneeuwt ook. Jij bent toch ook wel goed aangekleed, hè? Ja. Goed aangekleed. Goed zo. Helemaal niet natuurlijk. Het is eventjes... Kijk eens. Dan gaat opa vanaf deze kant erin, ja. Bril af, ja. Dus het hoort er allemaal bij, bij het appartementencomplex. En dan? Het is de lagere loopslag. En dat lijkt dan zwemmen. Maar dat is het niet. Ja, je kan ook niet zo goed zwemmen. Maar als je dat niet... Als je naar voren gaat, dan ga je over de kop natuurlijk. Ja. Ja, vind je het gek? Als een soort motor gaat dat... Geweldig. Nou, wij moeten wat voor deze man doen, hè. Ja, ik vind hem een leuke kerel, hoor. Maar dat zwemmen, dat is helemaal niks. Hè? Dat is jammer. Over met zijn eigen techniek. Die gaat zo'n beetje... En dan gaat hij over de kop. Ik moet lachen omdat ik het zo herken. Wat koud, hè? Nou. Zo over straat. Maar dit is een echt bad. Wat Hesselingen, daar gaan we het leren. Kom op. Daar gaan we het leren? Ja. Oké. Inmiddels zijn we binnen. We beginnen bij het begin. Het kindergedeelte, 90 centimeter. Dit is ook een kinderglijbaantje. Maar voor jou al eng, denk ik, of niet? Jazeker. Ja. Zal ik je hand anders vasthouden en kijken hoe dat gaat? Ja, dat is goed. Ja. Oh. Nou, dat ging, hè? Toch? Ja hoor. Maar best wel eng.
We hebben eigenlijk een beetje een lelijke vergissing gemaakt. We begonnen met 90 centimeter. We hadden moeten beginnen met 0,15. Dus 15 centimeter. Dit is eigenlijk een beetje... Dit kent geen gevaar, toch? Of wel? Nee hoor, dat denk ik niet. Nou, probeer maar even dan. Zo je gewoon laten gaan zo. En dan... Rustig aan. Je wordt daar opgevangen. Zo. En zo, ja. Ho. Zo. Super. Zo. Ja. Dat is even dieper, hè. Dat is wel... Prima. Nou, dan gaan we maar zwemmen leren, dacht ik. Dit is het grote moment. Het bad is de hele week voor je afgehuurd. De hele week deze twee mensen die je gaan helpen. Wat voor gevoel heb je bij je? Goed gevoel. Goed gevoel. Ja hoor. Dat moet lukken, want dat moet gaan lukken. Ja. En hier zijn Mr. en Mrs. Rock'n'Roll, René Schumann en Angela. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Ja, Angelique, de dochter van Mannes. Wil jij eventjes deze kant op komen? Ja. Ja. Wij hebben je mooi te pakken, hè? Ja. Ja, een brief schrijven. Ja, mijn vader kan niet eens zwemmen. Ja. En nou hebben we dus eigenlijk even jou gesurprised. Ja, want dan erg. Heb je een leuke vader en moeder, hè? Ja, hè? Ja, absoluut. Ja, nee. En nou moeten we maar afwachten hoe hij het gedaan heeft in die week. Want het is wel knap, hè? Ja. En je wist van niks. Nee, ik wist we gaan kijken hoe het verder afloopt. Ja, goedenavond, Henny. Goedenavond, Angelique. Vanmorgen vroeg was je vader, Angelique, in Meppel. En daar heeft hij ontzettend hard getraind. Kijk me even mee. Ja, Angelique, dat was even schrikken. Zowel voor jou als voor mij. Wat dacht je? Zou het geluk zijn voor de kids? Ik heb altijd geprobeerd. Oké. In het water gelegen met wat één doel voor ogen. Het doel was zwemmen, leren zwemmen. Ja, liever, dit was nog maar het begin. Even een warming up. En nou gaat dus. Nou gaat het echte werk. Beginnen. Ja! Want zwemmen alleen is natuurlijk niet genoeg. Er moest ook nog snel gezwommen worden. Want Mannes heeft een ambitie. Hij wil niet alleen met zijn kleinkinderen kunnen spelen in het zwembad van zijn huis. Maar hij wil vooral naar die Spelen, naar Beijing. Pieter van de Hoge Band wil hij nog één keer op zijn 58ste aanvallen. Lieve, ongelooflijk bedankt voor de brief. Ik kan echt zwemmen. Daar ben ik ontiegelijk blij mee. Ik straks met de kleinkinderen kan. Alhoewel die laatste stunts. En dan mag die muts eindelijk af. Hij is blij dat hij het gedaan heeft. En mams ook. Geweldig. Dankjewel, Umberto Tan. Want Umberto Tan, die vind jij weer zo leuk, hè? Ja. Ja, we hebben aan alles gedacht, hè? Hé, luister. Dat laatste, je trapte er even in. Is dat mijn vader? Is dat mijn vader? Nou, dat was het laatste van zijn steuntje, maar hij is er doorheen, meid. Zullen we hem eren? Zullen we hem erbij halen? Ja, doe maar. Ik vind het echt een held, hoor. Ja, ja. Hier is hij, komt hij aan, onze Mannes. Kijk eens, daar is het. Ja, goed, hè? Mannes, hallo, wat leuk, ziet er mooi uit. Je mag hier even opkomen staan. Kom even hierop staan.
1, 2, 3. Jij daarnaast. Jij er natuurlijk naast. Onze held. Wie kan jou nou beter eren dan een ontzettend leuke vrouw die ooit Olympisch kampioen zelf was op zwemgebied. Erika Terpstra. En zij komt je huldigen. Mevrouw Terpstra. Van de Olympische Spelen. Kijk eens aan. Ja. Wat een eer. Hallo. Dag Erika. Hallo. Hoi. Dat is yes. Als je op je 58ste nog zo leert zwemmen. Als je durft om dat water in te gaan en uiteindelijk na een week zelfs in te springen. Dan heb je topsport gedaan. Daarom ben ik gemachtigd om jou hier dit zwemdiploma te geven. Ja, dat is voor boven je bed. Maar. Dames en heren, een kampioen verdient ook een echte medaille. Ja, zo is het. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dat is toch leuk. Dames en heren, always. Mevrouw Terpstra, Erika, hartstikke goed. Geweldig gedaan. Ja, wat enig. Wat een leuke mensen bij elkaar. Iets totaal anders, dames en heren. De 17-jarige Laila verloor een jaar geleden haar moeder. Laila heeft hier nog steeds heel veel moeite mee. En daarom schreven haar vrienden mij een zeer indringende brief. Nummer 26. Hallo? Hallo, wie ben jij? Melanie. Is Laila ook binnen? Ja, kom binnen. Ja, mag ik verder komen? Hallo? Wat is dit? Wat is dit? Hey, wat is dit voor een... Is dit een vriendenclubje bij elkaar? Ja. Wat leuk. Wie is Laila? Daar. Hallo. Hallo. Ik kom voor jou. En wat is Laila van jullie dan? Onze vriendin. Onze vriendin, natuurlijk. Maar een goede vriendin, hè? Ja. Echt een goede. Ja, een hele goede. Want ze hebben mij persoonlijke brief geschreven over jou. Over jouw situatie. En over wat je hebt meegemaakt. En wat jouw grote wens zou zijn. En dat is over je moeder. En dat is best heel moeilijk om daarover te vertellen. Dat begrijp ik ook wel. Je hebt had... Moet ik zeggen, weg de traan. Marokkaanse moeder. Ja. En een Nederlandse vader. Nou, die waren al uit elkaar. Maar toen was je moeder werd erg ziek. Ja. Kun je er iets van vertellen? Hoe moeilijk dat ook is? Want het is nog maar een jaar geleden. Ja, ze had longkanker. En toen werd ze heel ziek. En toen kon ze bijna niks meer. En toen is ze overleden. En dat is nu een jaar geleden? Ja, iets langer dan een jaar. Dat is verschrikkelijk om je moeder te verliezen helemaal als je zo jong bent. Dat schrijven ze hem ook hoor. Ze schrijven dat ook dat je daar zo'n verdriet van hebt. Maar er is nog iets wat het nog verdrietiger maakt, de hele zaak. Is dat de begrafenis niet is gegaan zoals je graag had gewild. Nee. Wat is er nou precies fout gegaan? Nou, voordat ze zeg maar zei dat ze, toen ze de grond in zien gaan, zijn we met z'n allen in een zaal gestopt. En toen we aankwamen was ze al half begraven. Heeft dat te maken met haar Marokkaans zijn? Ja, dat is, omdat ze is op een islamitische manier begraven. Dat hoort er gewoon niet bij, denk ik. Tenminste, dat is mij verteld. Is dat een mannenzaak juist? Of dat de mannen dat alleen doen? Of horen de vrouwen daar dan niet bij? Of, want dat... Ja, eigenlijk horen de vrouwen er niet bij. Maar omdat wij wouden van wel. Dus die man die het zou doen, Regen, die had gezegd dat we van een afstandje mochten kijken. Maar toen heeft hij gewoon ons in die zaal gepropt en toen... Dus toen kwam je daar bij de plek aan en toen was je moeder al ja. Weg. Dus je hebt geen afscheid kunnen nemen van je moeder? Nee, niet echt. Jouw grote wens zou zijn om een echt mooi graf voor je moeder te hebben, hè? Met een officiële herdenking erbij en een grafsteen en alles. Nou, dat hebben we geregeld. Voor morgenochtend. Nou, dat is toch wat je graag wil? En dat kan ik me heel goed voorstellen. God, ja. Dus het begon lacherig, maar het eindigt toch een beetje heel serieus. Maar wel lief, dat zou je gedacht hebben. Ja. Ja.
Dit is de plek? Ja. Hier is je moeder dus begraven. Ja. Nou, inderdaad. Alleen nog maar zand, hè? Het is en jouw grote wens is om het helemaal mooi te maken. Ja. Dat je op een waardige manier afscheid kan nemen van de... Zorgen wij, als je morgen komt, dat het helemaal in orde is. Dank u wel. Ja? Oké. Okay. Nou, gaan we morgen komen we hier terug en dan wordt het helemaal mooi. Goed? Is goed. Toch? Dank u wel. Oké, hartstikke goed. Het is echt heel mooi. Zo zou ze het echt willen hebben, echt. Echt, het is echt heel mooi. Lieve mama, het is al zo lang geleden dat je me hebt geknuffeld en vastgehouden. Ik vind het jammer dat ik geen goed afscheid heb kunnen nemen en ik mis je echt heel erg. Ik wou heel graag dat je hier was, want ik heb zo vaak gehuild dat er geen tranen meer over zijn. Gisteren sprongen de tranen eruit, maar in plaats van verdriet van geluk. Ik ben trots op dat jij mijn mama bent. Dat was ik en dat zal ik altijd zijn. We zijn al wel met z'n tweeën achtergelaten, maar allebei hebben we stukjes van jou gekregen. En ik hoop dat onze kinderen die het ook erven. Ik hou van je mama. Ik word droog, sorry. Waarom moest je weggaan? Kan het niet hebben dat je ons alleen laat. Want wij zijn zo eenzaam zonder jou. In een leven vol problemen zijn wij nu met z'n tweeën. En je moet echt weten dat wij echt heel veel van je houden. Het is een mooi graf, hè? Het is echt prachtig. Een hart van jullie zie je. Ik kan niet echt meer iets te zeggen. Ik ben gewoon echt heel blij. Lavendel kan ze lekker rustig slapen. Ja, rustig. En ik hou van je. Kom. Ga je mee? Ja. Prachtig dat we dit voor hen hebben kunnen doen. Ook dat kan in de Super Surprise Show. Iets heel anders. Rick Brandstede, onze vliegende kiep, is deze week weer op pad geweest. Het hele land door om een paar auto's weg te geven. Kijk maar. Nijkerk, heel goed. Je hebt op het schema gekeken. Zo. Nou, Henny, cabrio is weer gevallen. Ik mag er vandaag weer 3 uitreiken. Ik ben, zoals ik al zei, in Nijkerk. De eerste cabrio gaat naar de familie van de Ham. Zo. Netjes op de oprit. We gaan weer mensen verrassen. Goed volk. Rick Brandstede.
Sponsorloterij. Sponsorloterij. Echt? Ja, echt. Het is weer vrijdag. Het is weer vrijdag, ja. En ik denk dat u heel lekker het weekend ingaat, mevrouw Van Dam. Zou het? Ik heb uw prijs namelijk alvast op de oprit gezet. Uw nieuwe auto, uw cabrio, Philip. Kijk, de hele buurt die wil aan mij, die wil aan rondjes meerijden. Applausje, dames en heren. Tjonge, nee, dat is nog niet te geloven, jongens. Ik vind het gewoon geweldig. Er hoort alleen nog één iets bij. Met de sleutel. Ja. Voor mevrouw Van Ham, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ho, oh, is het gezellig. Hey, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Dankzij de sponsorloterij. Ja. Steunt de goede doelen. Ja. En die maakt ook nog kans op een prijs. Ja, dat zie ik nou, hè. En die is gevallen. Ja, in Nijkerk. In Nijkerk. Pak niet gerekend, jongen. Nog een applaus. Vind ik wel. Koenders werd helemaal uit Klundert gereden, waren helaas de winnaars niet thuis. Niet getreurd, mensen uit Klundert. Sponsorloterij zorgt er natuurlijk voor dat de cabrio netjes voor de deur wordt afgeleverd. Van harte gefeliciteerd. Ik ga door naar de derde en laatste winnaar in Den Haag. Ja, ik sta in Den Haag. Die lange laan. Overvallen, oké. Meneer, sorry, ja, mijn broer is niet altijd even scherp. Maar de cabrio staat er. Ik ga naar de laatste winnaar, voordat ik ruzie krijg. Sorry. Oh, die broer ook altijd voor mij. Zo. Het scheelde niet veel. Ik ben nu op zoek naar de familie Nieuwhof, nummertje 115. Goedemiddag. Wat is dit nou weer? U speelt bij de sponsorloterij. Ja, dat klopt, ja. En u heeft wat heel moois gewonnen. Echt? Ja. Ik ga het nog niet helemaal vertellen. Ik geef u een paar sleutelwoorden. Rood. Snel en open lucht. Rood, snel en open lucht. Ja, ik geef u nog een hint. Nou, dat zal duidelijk zijn. Loopt u anders maar even mee. Ja, die sleutel zou hier heel goed bij kunnen passen. Ja, dat zou kunnen. Meneer Nieuwhof? Zal ik hem eens proberen? Probeert u maar even. Ja hoor, hij doet het. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Ik vind nooit wat, maar nu wel. Vandaag wel. Het is zover. Oh, een rode cabrio. Je zegt allemaal zo vaak van, ah, je wint nooit wat. En toch gebeurt dat. Nee, dat hoor ik vaker. Oh, dan moeten we die zwarte dame wegdoen dan, die daar staat van ons. Nee. Of erbij, voor de boodschappen. Erbij voor de boodschappen. Oh, de boodschappen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Geniet van uw nieuwe cabrio. Ja. Dit was het weer. Gelukkige winnaars. Ik ben er zelf zondag weer met Sponsor Loterij Surprise. Terug naar jou, Henny. Terug naar de studio. Succes. Ja. Dankjewel, Rick Transtede. Hartstikke goed gedaan weer. Die laatste twee jongens waren ook leuk. We waren net van de Bee Gees vroeger. Vind je een beetje zo van vroeger dan, hè? Natuurlijk. Hallo. Ik zit hier, dames en heren, naast iemand die mij een brief heeft geschreven. En dat zijn haar vriendinnen. Weet je wat dat zijn? Dat zijn enorme fans van Gerard Joling. Ja, dat klopt toch? Ja. Het enige is wel zo, jullie hebben iets voor hem gedaan. Vertel eens. Nou, wij hebben vorig jaar Valentijnsdag. Let u op, dames en heren, er zit een geluidje in van er is iets met Gerard Joling wat niet lekker is. Hoor maar. Ja, zoals je het zegt. Hebben wij een gouden plaat gegeven voor zijn 20-jarig jubileum. Dus een soort oeuvreprijs. Ja. Maar ja, we hebben hem dus gegeven in het Holland Casino, omdat we dus nergens anders niet iets geven konden. Ja. En ja, hij vond het ook best sneu voor ons, dus dat het in het Holland Casino moest. Dus zou hij met ons ergens anders wel een kopje koffie of wat te eten of te drinken of wat precies, dan ook. Ja, precies, als soort dankjewel. Maar Gerard is een schat, maar hij belooft dingen. Dames en heren, welke camera mag ik dat zeggen? Op jou? Dames en heren, hij belooft dingen die hij niet waar kan maken. Nee. Want hoe lang zit je nou al te wachten tot hij je uitnodigt voor de koffie? Meer dan een jaar nu. Ja. Jullie zijn eigenlijk een beetje pissig. Ja. Ja, wel fan, maar teleurgesteld. Dat is nog veel erger dan pissig, weet je dat? Teleurgesteld. Ik ben naar Gerard toe geweest. Moet je maar eens even kijken hoe dat afloopt. Oh ja, ik ben er toe geweest. Hier woont meneer, hier woont de diva. Kom verder. Ja, krijg je van vier hele trouwe fans, krijg je een gouden plaat. Ja. En dan hoor ik je roepen. Doei, gezellig, kom een bakkie doen. Ja, een bakkie doen. En dan die meiden, en dan schrijven ze de surprise show, moeten ze schrijven. Ja, dat vind ik eigenlijk een schande, ja. Kun jij niet regelen dat hij nou eindelijk, want nou komt eindelijk de aap in de mouw,
dat we koffie kunnen drinken met Gerard Joling, want dat heeft hij beloofd. Nou, kijk, nee. Zag je dat nou? Stiekem even. Dat stond er gewoon voor, ja? Ik heb mijn werkster gedaan, ja, weet ik niet. Nee. Dat is nu de bedoeling. De bedoeling is dus dat jij nu amplen publiek, met al je prijzen en al je awards erbij, en ga er even lekker met je kont naar die award toe staan. Dat jij dus... Blijven zitten gewoon. Dat jij eigenlijk... Waar zit ik? Ben een jaartje ouder. Dat jij het belooft nu aan die meiden dat je gewoon ergens, of moet het hier? Ja, als ik nou tegen jou zeg, kom je bij mijn koffie drinken, dan gaan we bij... Dan zit ik altijd in die scheidstal, ik zit nooit bij je thuis. Ja. Altijd in de stal. Ja. Of boven de kantine, ik zit ook nooit thuis, mag ik eens een keer een knap koffie drinken. Of in dat kantoor. Dat maakt niet uit waar het is. Die twee goudplaten die je daar op hangen, die je zelf gekocht hebt. En wat zijn ze lelijk, die dingen ook allemaal. Altijd. Van die kermisattracties. Ja, ze schreeuwen tegen de wanden. Ze schreeuwen van beroerigheid. Gewoon. Maar ik wilde dat je dus aan het publiek zegt, lieve meisjes, heb je de namen nodig van ze? Want, Nou, ik zal even erbij houden, want anders denken de mensen. Misschien dat ik ze allemaal een lulverhaal op te houden natuurlijk. Maar je moet ze beloven dat je met ze koffie gaat drinken. Dus wat ga ik beloven nu bij deze... Met al mijn kijkers ook. Hè, dat met je niet al mijn kijkers. Dat nee, al mijn kijkers. Ja, begrijp ik nog wel. Ja. Even kijken, ik zou bijna jullie namen vergeten. Kitty en Devin en Diana. Hier, Mirjam. Oude fans. En het hele circus. Ja. We gaan gezellig een kopje koffie drinken. Okay. En waar we dat gaan doen, dat blijft de verrassing. Ja. Okay, is het leuk? Is het gewoon... Wat heb jij hier een koffiezetapparaat? Ik heb een koffiezetapparaat en maar die is stuk. Zal ik het wel even zien? Hij heeft dus niet eens een koffieapparaat. Maar dat komt goed. De belofte staat erop. De belofte staat erop. De belofte staat erop. De belofte staat erop en de rest komt goed. Ja. En niet zeiken, want ik speel met een leven op de tweede viool. En nu ben ik er met langer, ja? Oké. Okay. Dus, ik was bij hem voor jullie. Hij heeft het beloofd en hij heeft alleen dus zelf geen koffiezetapparaat. Hij noemde wel een merk of zo, maar dat was helemaal niks. Je weet wat er staat. Je weet wat er staat, maar dat is stuk. Maar om dat nou in ieder geval goed in goede banen te leiden, hebben we voor jou zo'n koffiezetapparaat. Jongens, mag ik dat even... Geweldig, hè? Ja. Dus die moet je dan zelf meenemen, dat hij geen smoesen meer heeft. En nou is er nog iets. De notaris heeft er allemaal mensen getrokken die meespelen met de sponsorloterij, klopt. Die krijgen allemaal zo'n koffiezetapparaat. En ik geef het telefoonnummer en het adres van Gerard Joling, zodat hij tot augustus lekker kan koffie drinken. En jullie krijgen allemaal een Kroeks Nespresso machine. Fantastisch, hè? Geweldig. Wie speelt er mee met de sponsorloterij? Wie? Ja, mevrouw, ga ik alvast eentje. Hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Allemaal, hè? Allemaal. Komt goed. Wat heeft pasgewassen linnengoed toch een heerlijk frisse geur? Daarom heeft Ambipur het nu voor je interieur. Nieuw van Ambipur. Soft linnen. Dus zij zegt, nou, ik weet niet of dat wel de bedoeling is. Maar als iedereen zou meewerken, zou het een ander verhaal zijn. Maar ja, je kent Karin. Ik denk dat ze het eerst niet gelooft dat het maar schattig is. De recordjackpot van 15 miljoen euro valt op 10 april. Koopt u dat winnende staatslot? Alles kan. Staatsloterij. Dinsdag op Talpa. Ja, dat is ongelooflijk, dat kan niemand weten. Sarina brengt mensen in contact met hun overleden dierbaren. Wat is jouw vraag aan mij? Zij ziet dingen die voor anderen onzichtbaar zijn. Een moeder en een vader laten nooit een kind alleen. Een onverwerkt afscheid of die vraag waar nooit een antwoord op kwam. Klopt helemaal. Ze is de link met die andere wereld. Sarina, het medium. Dinsdag 9:30. De Belastingdienst gaat dit jaar de aangifte van freelancers en mensen met bijverdiensten extra streng controleren. Prachtig. Ja. Ja, het is een strenge boodschap, maar ik denk wel dat we er zo mee wegkomen. Absoluut. Ja.
10 april valt de recordjackpot van 15 miljoen. Kijk snel op recordjackpot.nl. Ga automatisch meespelen en ontvang nu een gratis staatslot. Staatsloterij. Bij BCC werken we met vaste bezorgtijden. Zodat u precies weet wanneer we langskomen. We langskomen. BCC, everyday, low pricing, high service. Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around, keep on. Iedere maand wordt meer dan 1 op de 5 vrouwen in de steek gelaten door haar maandverband. Kies nu voor verandering. Draag Libresse, new generation. Nu bij BCC, de extra energiezuinige Bouwknecht elektronische condensdroger. Tijdelijk voor €579. BCC, everyday, low pricing, high service. Douwe Egberts viert 5 jaar Senseo. Senseo koffie met de volle kwaliteit van Douwe Egberts. Lotte, een modern sprookje over een jonge vrouw die zich niet uit het veld laat slaan in de keiharde wereld van mode en design. Iedere werkdag om 7 uur op Talpa. Ben jij een echte liefhebber van design en heb je een feilloos gevoel voor mode en creatie? Ga dan nu naar mijnpeugeot107.tv, want daar krijg je de unieke kans om je eigen auto te ontwerpen en winnen. mijnpeugeot107.tv, mis hem niet. Nu bij 5 zakken Douwe Egberts Senseo Koffiepads, een gratis glas cadeau. Kuipers kunststof kozijnen stijgen boven alles uit. Kuipers kunststof kozijnen voldoen aan de hoogste eisen van inbraakveiligheid, zijn verkrijgbaar in het profiel dat past bij de stijl van uw huis en worden overal in Nederland door de eigen vakmensen geplaatst. Kuipers kunststof kozijnen zijn eenvoudig onverslaanbaar in prijskwaliteit. Kom ook naar Kuipers kunststof kozijnen in Posterholt bij Roermond en bespaar tot vele duizenden euro's op de beste kunststof kozijnen van Nederland. Dit is Rob. Rob is plusondernemer. Hij kent zijn klanten stuk voor stuk, dus hij weet wat ze willen. Vers brood dat tot sluitingstijd wordt afgebakken en meer soorten dan welke supermarkt ook. Wat je moet proberen is dat korenlandenbrood. Dat is erg lekker. Ja, mooi. En dus geeft Rob zijn klanten wat ze willen. Hij zal trouwens wel moeten, want Rob mag dan zijn klanten kennen. Zijn klanten kennen hem ook. Deze week alle Waldkornbroden 99 cent. Op cheaptickets.nl vind je de allergoedkoopste vliegtickets van alle vliegmaatschappijen in één overzicht. Dus boek razendsnel op cheaptickets.nl. Deze week ook bij Plus. Pond witlof 49 cent. Kilo mager rundegehakt 2,99. En Knorr Chicken Tonight 1,19. 538 Dance Mash 2006. De 22 dikste dance hits van dit moment op één cd. Bob Sinclair, Sunblock, Marcel Woods en meer. 538 Dance Mash 2006. Je weet dat. Haal hem nu. Pickwick heeft iets nieuws. Thee voor je Senseo-apparaat. Zo, klaar voor de Pickwick leugentest? Ja hoor, schat, je mag me alles vragen. Dat Pickwick, hè? Wat een grappig ding. Dat heeft zo'n tuutje. Dat heeft hij van mij niet. Ja, dat kan. Dat is de speciale Pickwick theepethouder. Zo smaak je thee nooit naar koffie. Oh, nou, dat klopt. Ik proef rooibos. Lekker, hè? Ja. Pickwick Teapads. 4 verrassend lekkere theeën, speciaal voor het Philips Senseo-apparaat. Die neusjob van jou, dat is wel heel goed gelukt. Je trekt het met Pickwick. Wilt u tijd besparen? Let op! Ochtendstress, de melk kookt erover. Dan gaat iedereen de deur uit en pak ik Sillet Bang. Even sprayen en schoon. Kijk eens naar de ontbijttafel. Met Sillet Bang geen probleem. Zelfs hardnekkig vet op de afzuigkap. Even sprayen, naspoelen met water en weg is het vet. En wat dacht u hiervan? Vettige aanslag. Sprayen, doek erover en klaar. Schoonmaken is nu zo gebeurd met Sillet Bang. Zo heeft u tijd voor leukere dingen. Sillet Bang, bang en het vuil is weg. Nieuw, Nivea Deo Pure. Ontdek de meest verzorgende deodorant die geen witte strepen achterlaat. Niet op je kleren en niet op je huid. Nieuw,
Nivea Deo Pure. Onzichtbare verzorging, effectieve bescherming. Vanavond op Talpa. Ze imiteren hun grootste idool. Toptalenten, soms niet van echt te onderscheiden. Heb je even voor mij? Een compilatie van de beste imitators en dubbelgangers. Uit In de Huid van. Vanavond 21:30. Welkom terug bij de Sponsor Loterij Super Surprise Show. Ik heb een brief gekregen van Manuela. En Manuela zit, als het goed is, hier in het publiek. Ben jij dat daar met een rode vest? Ja, wil je naar beneden komen? Hallo. 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 Ga zitten. Ja, ik zag een soort schrik door je heen gaan. Ja. Met je naam. Terwijl je toch mezelf geschreven hebt. En dan denken mensen als thuis van, ja, je zelf geschreven. Dan stik je natuurlijk klaar tot je opgewacht wordt. Maar zo is het dus toch blijkbaar niet, hè? Nee. Je schrikt toch even goed. Ja, nooit verwacht. Nooit verwacht en toch gekomen. Wat heb je me geschreven? Ik heb dus heel laat op 38-jarige leeftijd te weten gekregen dat ik een halfzus heb. En die heb ik nog nooit ontmoet. En ik had een vraag om haar een keer te ontmoeten. Hoe ontdek je nou dat je... Jongens, ik heb in één keer een halfzus. Kun je een beetje vertellen hoe dat gekomen is? Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland. En mijn ouders zijn heel vroeg gescheiden. Hoe oud was je toen je ouders uit elkaar gingen? Ik was 3. Ik heb dus eigenlijk mijn vader niet goed gekend. Omdat de beste vriend van hem was de alcohol. En daardoor waren de problemen ook in het gezin. Dus mijn moeder ging scheiden. En, ging je met je moeder mee toen? Ik ging toen met mijn moeder mee weer naar Duitsland. Dus wij woonden eerst... Heb je altijd als kind bij je moeder blijven wonen? Ben je ook nog... Nee, ik ben dus eigenlijk in mijn... Tot mijn 12e in pleeggezinnen heb ik geleefd. En ben toen mijn moeder voor de tweede keer getrouwd was, weer bij haar gaan wonen. Maar die man die hield dus niet van een gezinsvorm. Dus ik kwam naar een kostschool. En ben met andere woorden, jouw moeder hertrouwde, maar die haar nieuwe man wilde jou er niet bij hebben? Nee. Dus op zich voelde ik me altijd als vijfde rat dan aan de auto. Ja. En dus je voelt je eigenlijk nergens bij horen. Je hebt nu een Nederlandse man. Ja. Je woont in Nederland. Jullie hebben ook een kind, hè? We hebben ook een kind, ja. Hoe oud is die? Hij is 10. 10 jaar? Ja. Wanneer ontdekte je nou dat je een halfzuster hebt? Want als we dan even teruggaan naar die vader... die je dan niet echt geweldig heeft gedaan... maar hij was ziek en je ging naar hem toe om afscheid te nemen? Nou, hij liet een telegram sturen door een vriend... dat hij heel erg ziek is en hij wilde me zien. En ja, ik was heel erg in twijfel. Ik denk, op zich was ik eigenlijk altijd bang voor hem. En dan denk ik, zou ik er nu naartoe gaan? Wie weet wat mij te wachten staat. Ja. Maar ja, uiteindelijk ben ik toch heel snel met het vliegtuig heen. Omdat ik had toch het gevoel, ik moet erheen. Dus anders kan ik het niet afsluiten. En toen ben je uiteindelijk naar hem toe gegaan? Ik ben naar hem toe gegaan en hij lag dus in het ziekenhuis. En wij hebben niet met elkaar gepraat. We hebben alleen maar met elkaar gehuild. Zo, we waren alle twee, hadden we zoiets van... Nou ja, het is gebeurd. Mm-hmm. Je kan het niet veranderen. Maar hij overleed vlak daarna? Hij overleed 3 dagen nadat ik weer thuis was, overleed hij. In die tussentijd had je iets gevonden wat blijk gaf van dat er nog een andere dochter was? Nou ja, een sleutel van zijn woning. En daar kon ik ook slapen. Ik wil hem beter leren kennen. Maar ja, ik kon hem niks meer vragen. Nee. Hij was niet meer in staat om bepaalde dingen daarop te antwoorden. Dus ik ging in zijn papieren kijken van... Ja. Misschien krijg ik iets positiefs te weten over hem, van al dat negatieve. En toen ontdekte ik dat hij dus nog een dochter heeft. En die 20 jaar jonger is als ik. En die in Oostenrijk leeft. En daar wist je helemaal niets van? Helemaal niks. Maar ik moet wel erbij zeggen, ik had toch altijd het gevoel. Wat gek.
Ja. Hebben jullie elkaar nu gezien? Nee. Ik heb een brief gestuurd en een foto van mij erbij gedaan. En heb dus een kaart van haar teruggehad. En dan heb ik daar weer een brief naartoe gestuurd. En dan is stilte. Stilte. Nou, moet je kijken wat we gedaan hebben. Wil je naar de monitor kijken? Kennen ze Cornelia Grumet? Kenn ich leider nicht. Nein, kenn ich überhaupt nicht. Wie, Cornelia Grumet? Cornelia Grumet? Wolfsberg? Ja. Ich suche Maria Grumet. Ja, hallo? Maria Grumet? Ja. Ich suche Cornelia Grumet. Sie arbeitet momentan in Obertauern. Obertauern. Steiner, genau. Steiner. Hotel Steiner. Ja, hallo Conny. Kannst du bitte mal kurz an die Rezeption kommen? Ich bin Cornelia, bin 25 Jahre alt, komme aus Kärnten, Wolfsberg. Ich war voll überrascht. Also, ich freue mich riesig, dass ich jetzt erfahren habe, dass ich eine Schwester habe. Ich bin immer unterwegs, also saisonsmäßig, also keine richtige Adresse. Einmal hier, also im Winter hier und im Sommer wieder dort, also nie richtig, keinen richtigen Wohnsitz, also festen halt. Mein biologischer Vater ist Stefan Cepper, also ich weiß nicht so viel von meiner Mutter her, also vom Erzählen, dass er nicht so ein guter Mensch war. Ja, ich wollte früher Kontakt haben, aber meine Großeltern wollten es nicht so. Also ich wollte immer einen Vater haben, habe aber nie einen gehabt. Ne? Also das ist mir schon abgegangen. So wollte ich schon haben. Ich bekam so circa, nachdem er gestorben ist, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre später, einen Brief von einem Mädchen aus Holland, wo ich sehr überrascht war. Wusste jetzt nicht, wer schreibt mir jetzt aus Holland, keine Ahnung. Öffnete den Brief und der Brief begann, ja, ich bin eine Halbschwester und habe das durch meinen Vater erfahren und freue mich riesig, dich kennenzulernen. Also ich war voll baff am ersten Augenblick und freute mich voll. Also, dass ich erfahren habe, dass es noch jemanden gibt, also von meinem Vater aus, dass ich den kennenlernen kann. Riesenfreude. Mein Lieber. En internationale danswereld heeft zich hier verzameld. Nederlandse profs tonen verschillende disciplines. En de World Trophy Latin American staat voor internationaal aanzien. 10 kampioensparen uit diverse landen spelen uit. Let's Dance, het Nederlands danskampioenschap. Mis het woensdag niet. Om 8:30 in stijl bij RTL 4. Idols wordt mede mogelijk gemaakt door Rexona. Van Idols 2006. Gefeliciteerd, hè? Rafaella! Na een strijd van meer dan 6 maanden wordt Rafaella het nieuwe idool van Nederland. Op het podium van Idols groeit zij show na show en blijkt alles in zich te hebben om een ster te zijn. Dit is het verhaal van haar weg naar de top en haar eerste single die nu al goud is. Dit is Idols, The Complete Story. Het verhaal begint in Zwolle. Ik ben Rafaella Peter. Ik ben 22 jaar. Ik doe mee met Idols omdat ik gewoon de nieuwe ster van Nederland word. Ook dit keer komen op de auditie duizenden mensen af. Hoogvliegers, hardlopers, doodlopers, kanshebbers en kanslozen.
Niet iedereen heeft de zenuwen even goed in bedwang. Maar ze willen wel allemaal heel erg graag. Allemaal hebben ze dezelfde droom. Het nieuwe idool van Nederland worden. Maar ook deze keer is dat maar voor één iemand weggelegd. Goedenavond allemaal en van harte welkom bij... Ook van de muziekindustrie. Je moet gewoon hard zijn, anders balsen ze sowieso weer. Nou, toen ik voor het eerst naar die auditie ging in Zwolle, toen stond ik op 's ochtends en toen had ik echt zoiets, dit ga ik even doen. Als ik een keuze moet maken tussen muziek en mijn vriend, dan kies ik voor muziek. Toen zei ik dus dat ik verliefd was op Henk Jan. Ik ben verliefd op Henk Jan. En het was echt gewoon een grapje. Ik was echt wel heel nerveus, weet je. Ik had wel een beetje overdreven zo bij de deur, maar ik was wel echt heel erg nerveus. En toen begon ik te zingen. You are a beautiful surprise. En toen zag ik ze wel allemaal echt zo. Geweldig. Hij. Kan die nou verliefd op jou? Daar heb ik helemaal niks van. Man, wat moet ik nou? Ik heb een vriend. Uitmaken. Nee, het komt goed. Ik ga naar mijn vriend. Hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is? Ik vond het echt heel zielig voor mijn ex-vriend. Hoe dit was gemonteerd en zo. En de zon niet. Rafaella is niet de enige die idool wil worden. Ronnie van Veen, 32 jaar. En ja, ik hou van zingen. Ik heb echt heel erg gelachen om de audities. Ook gewoon omdat die mensen zijn gewoon zo grappig. Heb je er zin in? Ja, ik heb er hartstikke zin in. Ja. Oké. Okay. En wat ga je zingen? Ik wil niet zingen van Michael Jackson, Hear the World. Oké, dan. Hear the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Ik heb een neetje opgeschreven. Ik ook. Er zijn wel meer kandidaten de weg kwijt. Of het liedje. Dom ben kwijt. Geef niet. Arme jury. Arme jury. Aan te horen. En arme kandidaten. Ik heb nog nooit echt opgetreden of zo, maar ik zie het wel. Brushing my hair now, wondering which dress to wear now. And got a little prayer for you, yeah. Ik raak er niet echt ontroerd van. Het klinkt heel lullig, maar gelukkig kun je niet zo goed zingen. Oké, bedankt. Succes nog. Lang niet iedereen reageert even nuchter op de afwijzing door de jury. Ik ben niet wel goed, ik woon niet duiden. Tell me that she love you. Niet goed genoeg. Ik sluit me daar geheel bij aan. Ik heb er niets aan toe te voegen. Dat Johnny Kaagman je aankijkt als een hond. De hele tijd met een chagrijnige smoel. Het is echt gewoon amuzikaal bijna. Ken ik ook andere liedjes zingen van Marco Bussard of zo? Ik vraag me altijd af, waarom doe je niet meteen het liedje waarmee je ons verplettert en dan daarna doe je al die bagger. En dan wil je toch nog ons terroriseren met nog een liedje van Marco Bussard of zo. Ach, dat is echt klootzak. Ik vind niet dat een idool slank hoeft te zijn, want het gaat meer om de stem, vind ik. De jury denkt daar helaas voor Samantha anders over. Al snapt een deel van Nederland daar helemaal niks van. I need someone to call my very own. Johnny. Ja, ik vind eigenlijk dat je best een leuke stem hebt. Ik vind het wel verrassend. Ik hoor een ja. Erik. Nou ja, je zingt vrij goed. En je uitstraling is ook goed. Maar er is ook iets wat, ja, wat niet zo heel top is. En dat is toch je voorkomen. En ja, dat maakt het voor mij wel moeilijk.
Ja, en ik weet dat jij denkt dat een idool niet maatje 36 hoeft te zijn. En daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je iets breder bent, wat wij zijn, dus dat kunnen wij gewoon met elkaar bespreken, dan moet je in datgene wat je wilt doen wel heel erg goed zijn. En dat is het niet. En daarmee ben je niet door naar de volgende ronde. Oké, dankjewel. Dag. Dag. En zo verlaat Samantha zwaar teleurgesteld de jurykamer. Nee. Een ervaring rijker, een illusie armer. Waarom niet? Geen goed voorkomen. Het is te dik. De jury haalt zich niet alleen de woede van half Nederland op de hals. Ik ben boos, ja. Want? Figuur, wat heeft dat ermee te maken met zang? Het figuur. Dat meisje die is verleden week is zo begonnen met af te vallen. Die is al 5 kilo kwijt. Ja? En hoe kun je dan op je figuur afgaan? Dat is voor mij een belachelijke situatie. Dan is het de beurt aan de onverschrokken Dennis. Die misschien minder geld had moeten investeren in styling. En meer in enkele basislessen Engels, zang en popkennis. Dennis. Ja. Zeg het maar. Ik ga Jessie zingen. Jessie? Ja. Van? Jim. Van Jim. Ja. Daar was ik al bang voor. Kom maar op. From a Vogue in Vegas. Jessie calls at 5 a.m. To tell me how she's tired of all of that. But Jessie, you always do this. But every time I get back on my feet. Jessie, get back on my... Wat is? Nog één keer, get back on my... Fiets. Fiets. Zou je de eerste zin nog één keer kunnen zingen? From Von Hood in Vegas. Heb ik het toch verkeerd gehoord. Maar het was heel erg slecht. En jij hebt echt geen idee waar dit nummer over gaat, volgens mij. Ja. Maar wat is het verhaal? Dat weet ik niet. Op de fiets. Ja, natuurlijk. Die gaan afspreken. Ja. Dat klopt. De fiets. Ik ben Rob, ik ben 16 jaar. Ja, ik kom uit Doetinchem. Ja, en waarom ik met Idols meedoe? Ja, vroeger heb ik zangles gehad bij op school. Kan soms best pijnlijk zijn. Voor de kandidaten, of voor de oren, en soms voor de knieën. Leuk, hè, hobby's? Ik doe de deur open, ik stap de auditieruimte binnen. Als ik ze zie zitten, denk ik dat ik heel erg nerveus word. Wat ik dan probeer, is gewoon mezelf eerst rustig te krijgen. En dan probeer ik in die korte tijd gewoon zoveel mogelijk van mezelf te laten zien. Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon. Dankjewel. Goed hoor. Zeker. Uitstekend. U bent door naar de volgende ronde. Dag. De jury weet al snel het kaf van het koren te scheiden. Sommigen halen de volgende ronde op hun sloffen. En door. Ja! Yeah! Anderen op hun krukken.
Maar de koning van de emoties is al direct de Italiaanse bloemist Davide. Gefeliciteerd, je bent door naar de volgende ronde. Dankjewel. Ja, ik ben door. Emotionele Italianen, grunters, hippies. Bij Idols draait het erom dat je muzikaal bent. Op welke manier dan ook. Ik zing zelf in een band. Dus bijvoorbeeld daar is een gitarist uit mijn band. En wij spelen de samen in de band. Wij heten Afterlife. This is a bit trapped in its own world. Don't I freaks out? What is this? Journey. Ik zie er geen mogelijkheden in voor Popidol. Ik ga knallen. Mag ik naar binnen? Oké dan. Yeah. Sommige kandidaten zijn wel erg enthousiast. Ik ben Marijn. Dag Marijn. Okay. Yeah. Nou, jee. Yeah. Jee, ik vond het helemaal vrolijk, jee. Yeah. Maar ik ga weer zingen Hungry Like the Wolf. Ik zing de versie van Real Big Fish. Neem de tijd, hè? Ja, toch. Nee. Even relaxen. Relaxen doe je wel, Pop. Nee, altijd. Ja. So the line in this corner rhyme. I wanna wine, I'm after you. Ah. Ja. Dat is heel vrolijk. Jee. Yeah. 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 Ja, je bent ook niet door. Jee. Yeah. Yeah. Marijn, top. Ik steek er nog eentje op en... Ja, toch. Jongen. Ik ging nog wat zingen, want het was wel goed eigenlijk. Nog wat zingen. Klopt, deze liedje ook niet echt voorbereid. Maar ja, deze ook niet, toch? De audities zijn één groot feest. Iedereen laat zijn of haar talent zien en bereidt zich op geheel eigen wijze voor. Zo. Henk Jan, je bent aan de beurt. Jij zit hier lekker naast de sausijzenbroodjes. Armani. Buiten de juryruimte is de sfeer heel ontspannend. Hey, bijna dezelfde lengte, hoor. Het is ook als ik optreed gewoon even zeggen van, goh, weet je, dat ik mijn kern blijf. Nee. Waar ik echt om heb moeten lachen is die ene jongen die... ten eerste die van Ave Maria. Ave Maria. Ik heb geleerd dat ik boven mensen moet kijken naar een punt op de muur. En ook om die ene jongen die dat liedje deed van... In the jungle... Die maakt er gewoon echt een feestje van. Let's just kiss. Hij heeft net iemand van mij gezongen met de kus erbij ook, hè? And say goodbye. Let's just kiss and say goodbye en poem, ik houd hem te pakken. Zag ze er ook een beetje leuk uit, niet, hè? Ze zongen heel mooi. Slechts 89 kandidaten zingen mooi genoeg voor het theater. Daar laten ze zien wat ze waard zijn. Je bent een hoer, laat het zien dat je er eentje bent. Ze laat helemaal nergens. Blijven er overeind in het theater en halen de workshops. Je ziet het straks. Tot zo. Download nu de officiële single van Idol 2006, Raffaella. SMS Idol naar 3040. Hoofd van het gezin was Charlie. Whatever Charlie wants, Charlie gets. Dit monstertje terroriseerde het hele gezin. Charlie was onhandelbaar en er viel niet meer met hem te leven. Eerste hulp bij opvoeden greep in. Maar hoe is de situatie nu? Morgen om 9 uur. We can't even stop now, cause it's bad boy for life. Welkom terug bij Idols, The Complete Story. We zijn in Nijmegen voor de theaterronden. Hier blijven van de 89 kandidaten niet meer dan 27 mensen over. De kandidaten worden eerst tot elkaar veroordeeld in trio's. Vriendschappen bloeien op, maar worden bruut uit elkaar gerukt als de ene na de andere het theater moet verlaten. Van degenen die na de trio's wel overeind blijven, sneuvelt vervolgens nog een groot aantal naar de duetten. En alleen de allerbeste overleven ook de solo-ronde. Het theater was echt heel spannend, want je komt daar echt als een... Je staat er voor de deuren te wachten, echt een hele groep die staat te wachten. En sommige die je gewoon echt nog nooit hebt gezien natuurlijk, want je ziet van de andere steden die mensen ook voor het eerst. En nou, ik had wel gelijk contact met een paar mensen. Wat me echt nog bijgebleven was van het moment dat we in die zaal zaten, was dat een jongen te laat kwam. Oh, en dat denk ik aan hem zo op zijn donder gehad. Een van de allerbelangrijkste dingen bij een ster is dat hij op tijd kan komen. Ik zat echt zo, wat ben ik blij dat ik op tijd was. Als jullie echt idool willen worden, wordt het
kei en keihard werk. En dat doen ze. Ieder trio werkt keihard aan het verdelen van de rollen en de dansjes. Dat lukt de een beter dan de ander. Naar elkaar toe wandelen. Je bent een hoer. Laat het zien dat je er eentje bent. Het is veel te rommelig, veel te druk. Het slaat helemaal nergens op. We willen gewoon een flatterende indruk maken. Ik weet dat Floortje eigenlijk Lady Marmalade wilde doen, maar... het was een beetje 2-1. Ja. Ik heb niks meer te vertellen. Het groepje van Rafaella lijkt bij de jury niet veel los te maken. Ze maakt zich dan ook grote zorgen. Ik dacht direct daarna dat het heel erg slecht ging. Want de jury die keek ons echt zo aan. Zo. Er kwam gewoon geen lachje vanaf. Ja, ik denk dat ik dat verpest hiermee. Anderen hebben nog veel meer reden om zich zorgen te maken. Ik heb het verneukt. Oh, ja? Helemaal, ja, ik heb het echt helemaal verneukt. Baal gewoon als stekker, weet je wel. Je krijgt gewoon een kans en die moet je pakken. En dat doet Floortje als geen ander. Op het podium valt meteen op dat binnen sommige trio's duidelijk sprake is van een soort chemie. Anderen hangen als los zand aan elkaar. Samenwerken is een kunst. Ja, ik kan heel goed met mensen samenwerken. Maar dat talent is helaas niet voor iedereen weggelegd. In het theater heb ik...